ook de kinderen liepen er tegenaan. Dus ja, die vonden het ook vol. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, maar wacht even. Dit gaat me te ver. Als ik naar de vereniging ga, heb ik daar een tas voor. Als ik naar de kerk ga, heb ik daar een tas voor. Als ik naar therapie ga, heb ik daar een tas voor. Als ik naar school ga, heb ik een tas. Als ik naar mijn werk ga, heb ik een tas. Weet je, ik heb een vriendin en die heeft gewoon één tas. En waar ze ook heen gaat, die gaat met die ene tas overal naartoe. Maar het nadeel daarvan is dat je dan ruimte moet hebben in de kast voor al die facetten waarvoor je een tas zou kunnen gebruiken. Nou, die kasten zijn bij mij vol. Zullen we ons eens buigen op het project Tassen? Ik laat ze je zien en jij vertelt mij het verhaal van de tas en wat je ermee wil. Je weet wel dat dat voor mij heel lastig is, hè? Tassen is heel lastig voor je, ja. Als het huis te klein is, de vloer te zwaar belast, als er brandgevaar is, als je er zelf ongelukkig van wordt. Dat is eigenlijk het criterium. Als je denkt, ik wil dit niet, maar ik weet niet hoe, dan is het een probleem. Vanaf juli 2011 tot en met februari 2015 heb ik opeenvolgend mijn vader, mijn man, mijn schoonvader en mijn schoonmoeder verloren. Daar heb ik geen controle over gehad. Is het dan niet logisch dat ik vooral materiële dingen wil vasthouden? Maar als je daar dan in omkomt, ik moet rommel kwijt, kan dingen niet vinden, maar het is wel het enige wat ik vast kan houden. Het is dus nieuw in Nederland. De maatschappelijke werker komt voor alle vraagstukken over financiën, familiesystemen. En de opruimcoach, ik, de professionele organizer en mijn collega ruimen op. Dus wij leveren een multidisciplinair team die ook een multidisciplinaire aanpak geeft. Ik heb natuurlijk zelf ook heel lang gedacht dat ik het gewoon alleen moest uitzoeken. En ik ben best met vriendinnen bezig geweest en zo. Maar ik denk dat professionele hulp gewoon belangrijk is. Maar ik vind het vooral belangrijk dat ik aan mensen kan laten zien dat wanneer je een probleem hebt, dat er hulp voor is. Als het zo is dat het je even te veel wordt, dan doe me gewoon even stop. Want nee. dit is niet, het moet niet zo zijn dat we nu over jouw grenzen gaan. 30 van de 1000 mensen hebben te maken met hoarding. En dat is natuurlijk vooral als het een gezin betreft of kinderen betreft wel heftig. Want dat betekent dat je dus niet zomaar iemand mee naar huis kan nemen. Als het heel erg uit de klauw is gelopen, hè. Er zit schuld en schaamte achter. Dat hoeft niet, maar het is wel zo. En dat maakt het voor kinderen natuurlijk ook moeilijk. Hoe droom je je opgeruimde bijkeuken? Nou, mijn droom is vooral praktisch. Mm-hmm. Dus alles wat op schapje staat, dat heeft wel eigenlijk een vast plekje. Oké, dus dat kan blijven? Ja. En wat kan? Maar, ja, er zijn natuurlijk wel dingen die gewoon eventjes weg moeten. Nou, hier heb ik een tas staan met spulletjes die ik verzamel voor Dorcas. Dit is de Dorcas-tas. Ja. Oh ja, dat staat erop. Ja. Ook de kinderen liepen er tegenaan. Dus ja, die vonden het ook vol. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, maar wacht even. Dit gaat me te ver. Kijk, ik woon hier niet alleen. Is het nood? Deed het zeer? Het benauwde me. Het verstikte me. Je zegt vaak tegen mij, hoeveel tassen... Hoeveel heeft een mens nodig om gelukkig te zijn? Ja, precies. Ja. Nou ja, dan denk ik van met een beetje minder kan ik ook nog wel gelukkig zijn, geloof ik. Ja, want met zoveel ben je ook niet gelukkig. Ik gun het mijn klanten dat ze ervan genezen. Ik betwijfel het zelf. En dat komt ook wel omdat ik denk, ja, ADHD, autisme, niet aangeboren hersenletsel. Er zijn meer dingen die niet overgaan. Maar waar je met goede coaching best mee kunt leren leven.